even over dat Stille Nacht, hè. Weet jullie waar het eigenlijk vandaan komt? Dat is een heel leuk verhaal. Ik zou het eventjes een reis door de tijd meenemen. We gaan even terug naar de 19e eeuw. De oorlogen met Napoleon waren net voorbij en met het congres van Wenen werd Europa weer herordend. Er waren weer nieuwe landsgrenzen en de stad Salzburg verloor zijn status als onafhankelijk land en werd in tweeën verdeeld. Gedeeltelijk Oostenrijk en gedeeltelijk Bavaria. Bavaria is vandaag de dag beter bekend als de deelstaat Beieren in Duitsland. In een suburb van de stad Salzburg, genaamd Oberndorf, woonde de priester Joseph Mohr, wie tevens dichter was. Mohr maakte een tekst genaamd Stille Nacht, welke in zekere mate refereert aan de onstuimigheden wat betreft de landsgrenzen. Een van de coupletten klinkt ook: vrede wordt gebracht. In de ochtend van 24 december 1818 vroeg Mohr aan de schoolleraar Frans Xavier Gruber, tevens een organist, of hij een melodie kon maken op de tekst van Stille Nacht. Hij vroeg hierbij om twee solostemmen met eventueel een koor en begeleiding van gitaar. Waarom dit gitaar moest zijn, is tot de dag van vandaag onbekend. Mogelijk was dat de buizen van het kerkorgel aangevreten waren door muizen en deze niet bruikbaar waren. Het kan ook te maken hebben gehad met dat de kerk geen geld had gehad om het orgel te restaureren. Een andere mogelijkheid is dat de twee wilden dat het stuk ook in huiskamers gezongen kan worden. En dan is de gitaar wat toegankelijker dan een kerkorgel. Diezelfde dag ging Gruber nog aan de slag en kon aan het eind van de middag de compositie overhandigen aan Mohr. Diezelfde avond werd het stuk nog uitgevoerd tijdens de kerstnachtmis in Oberndorf. Gruber zong de bovenstem en Mohr de onderstem en nam ook de gitaarbegeleiding voor zijn rekening. Het stuk werd met lof ontvangen en de jaren erop kwam Gruber onder andere met variaties op het lied. Uiteindelijk heeft de muzikale familie Strasser ervoor gezorgd dat het lied ook buiten Salzburg bekendheid kreeg. Zij zongen het op vele plekken en zo werd het lied langzaam verspreid. Ook over deze gebieden werd het lied meegenomen, waardoor het lied ook in Amerika grote populariteit verkreeg. Tot de dag van vandaag is Stille Nacht misschien wel het bekendste kerstlied in de westerse wereld. Het lied heeft een lichte verandering in de melodie gekregen en er zijn duizenden versies van gemaakt, maar het wordt nog vaak gezongen. Ja, dat was het verhaal van Frans Gruber en Stille Nacht. Rest mij alleen nog om jullie een fijne kerst te wensen en een gelukkig 2016. En nog eenmaal Stille Nacht.